2-0 voor Anderlecht en Standaard. De criticasters zullen andermaal beweren dat er op onze velden niets te zien is. Maar dat er wel degelijk veel te beleven kan zijn bij een scoreloos gelijkspel moet volgende montage bewijzen. Anderlecht heeft de beste kaarten om vrijdag de titel binnen te halen, maar flirte gisteren openlijk met het noodlot. De match van de twee titelpretendenten door de bril van Chris van den Abele. Wouter Biebouw, man wat een match. Reservekeeper van Roeselare, God betert. En dan met een wereldzeef Standaard van de titel houden. Op een akker in West-Vlaanderen zie je hem zitten. De beschermengel van Royal Sporting Club Anderlecht. Wouter Biebouw. Meneer Van Holsbeek, bespaarde uw club Anderlecht gisteren een groot verdriet. Dit is de tweede engelbewaarder van Anderlecht, een Bart Boussoufa. Van ons, schreeuwen ze in Gent. Maar alvast gisteren, van Anderlecht. Want met een fitte Boussoufa wint Gent die match die het zo nadrukkelijk domineerde. Waar, goeie voorzet, Sokko! Die Sokko bijvoorbeeld, leuke vent om naar te kijken, maar een echte, net niet aanvaller. Ga kijken, links ruimte, maar Sokko gaat alleen. Verder bemeten. Is een rare voetballer. Ook Roeselare had trouwens een moment waarop het Standaard net niet afmaakte. Jamaik van Damme naar Malky. Malky net niet. Zullen we eens naar de net niet van Standaard kijken? Mohamed Sarr. Chite en Gerard. Wamberto. Chite. Om maar te zeggen, titelkandidaat Standaard had gisteren kunnen winnen. Titelkandidaat Anderlecht? Nee, die niet. Hun beste kans, een bijna on goal van Leybert. De Move supporters, ongerust gsm'en of naar de radio luisteren. En wat vunzigheid spuwen naar die gehate voorzitter van AA Gent. Trouwens, over supporters gesproken, Roeselare heeft een probleempje. Provoceren tot daar, maar gemaskerd iemand in het gezicht slaan? Nee toch. Onyewu hield zich kalm en op het terrein bleef de sfeer goed. Onze Zouwe en Costa zaten in de tribune. Nog een keer naar Gent. Ook daar was de sfeer op het terrein goed, al had deze gore fout minstens geel verdiend. En we zagen per Zetterberg een paar keer onzetterbergiaanse dingen doen. Sandy Martens pakte terecht geel en mist daardoor de slotmatch op Standaard. Jammer, want ex-aanvaller Martens speelde weer berensterk als rechtsback. Knap recyclagewerk van meester Lijkens is dat. Ook linksback Nicolas Lombaerts is onder Lijkens helemaal opengebloeid. Lombaerts mist trouwens de beste kans van Gent. Het was het weekend van net niet, zeiden we al. Om af te sluiten nog dit, ook scheidsrechter Jordis in Roeselare had net niet gezien dat er overduidelijk hands vooraf ging aan die fase waarmee we ons verhaal begonnen. Vrijdag allemaal beterschap, mannen.